Wow. El, blijft er maar gewoon achter. Ik ga voor die vrachtwagen rijden. Hier weer stoppen, hè? Dus zorg dat jij daar stilstaat. Zorg dat je op tijd stilstaat. Ja. Kom achter deze auto aan. Maar hier hebben ze wel 70 cc of zoiets, dus die gasten gaan harder dan bij ons over het algemeen. Nou ja, zoiets ja. Mijn is echt door, liefie. Ja, dat weet ik. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Sorry meneer, maar ik ben er even voor. Hallo, serieus, had ik nog voor gehoord. Go, 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 go. Pas op die auto links. Ja, meter ik zeg go. Meter ik zeg go, komt die auto ook. Oh. Ah, ik niet. Ja, ben je weer bij? Ja. Ah, het koelt al af. Wat het koelt al een beetje af. Dan zo maar even linksaf. Wow. Wow. Kabouter, plop.
Vrij. Je bent een schatje. Het is ontzettend donker op jullie allemaal, zo hoor. Ik had gehoopt dat je het niet ontspannen. Stop. Oh, sorry, het is. Oh, ja. Dat vind ik niet zo heel gek. Heerlijk hier. Waarschijnlijk eerst nog een paar materiaal afleveren. Het is niet schrik hoor. Blijf er maar gewoon achter. Ik ga voor die vrachtwagen rijden. En ga kijken of ik kan begeleiden in de bochten, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Wat zeg je? Mooi. Dat ging bijna goed. Nou, dat ging precies goed. Linksaf, dan komt een auto van rechts. Ja, dat klinkt wel over dan. Ja, oké. Linksaf, en vanaf in links. Zeg door! Nee. Nee, joh. Ik snap je, en theoretisch gezien heb je gelijk. Alleen. Van linksaf, van de weg. Precies. Nou, wel, terugschakelen, lekker op de motor. We gaan bochtjes draaien.
bocht. Eerst draaien, draaien, bocht. Eerst draaien, draaien. Auto. Ik weet niet of je het kan horen, maar je hoort mijn motor redelijk toeren draaien. Nee, ik heb een Seat in mijn kop zitten. Nou, dat mag ik hopen van niet. Doet het pijn? Lekker laten gaan. Ja, ja, okay. Ik ben er bij. Dat bedoel ik. Ja, nou moet hij er dus even voorbij. Nee, Misa is van Game of Thrones. Dat betekent moeder. Ja, precies. Ben je of Misa? Ik zei Misa. Oh, ik dacht je zei Misa. Nee. Ik ga Game of Thrones spreken. Nee, ik spreek gewoon. Kan je ook heel goed horen. Oké. Okay. Doei, Opel. Wat is er? Ah, dit werkt zo. Ik denk dat het niet uitvervelend is. Is het achter een antwoord? Ik denk dat hij dat nog vervelender kan. Ja, dat is het voordeel. Ik trek me er niet zoveel van aan. Nou, zou je zeggen, ik wel. Hij heeft voor mij nog geen remlicht gezien, dus wat dat betreft... Ja. Oh, daar gaan we achter een trekker. Bijna een fietser omver, hè? Mm-hmm. Ik zag, dat, ik zag dat voor me gebeuren. Gewoon lek. Gewoon. Die auto stinkt wel. Ja. Hij rijdt echt heel snel. We zijn Duitsers. Ja, zoek dat maar uit. Zijn Duitsers. Je mag hier fucking snel rijden. Zijn jullie er nog? Het is maar 70 km per uur, maar nog steeds is het best wel snel. Ja! Wee! Wee! Dat is geen motor. Ik heb heel
vrij. Auto. Links aanhouden. Links aanhouden. Links. Ja, dat zie je zo wel. Oh, dat is net een idioot thuis in het spoor. Oh, zou ik wat zeggen? Nee, fijn om hol. Dat is hele spanning nog niet gehad. Pijn aan je hol, nog wel. Ja. Bedoel je niet de kwabben die er omheen zitten? Nee. Mijn heupbotten penetreren daar mijn huid. Let op deze rechtse bocht, die is scherper dan je denkt. Wat? Chuckles. Chuckles. Ik kan de shit niet. Chuckles. Vrij. Auto. Hausen. Ja. Ah, das ist ganz toll. Das ist ganz groß. Vielleicht können wir hier etwas essen. Druk kruispunt. Dat ging net goed. Good job. Ik snap hem niet. Hancock, ja. Oh ja. Gaat het bij jou nog, Ties? Mijn kont, de pijn. Jawel, want ik heb de kont gegeten, dus ik heb een kont. Goed, je hebt wel een kont. Haha, filmpje. En behalve dat, vermaak je een beetje? Ja hoor. Oh, je bent redelijk stilletjes. Ja. Mijn benen smelten gewoon. Ja. Heb ik op de pijn. Dus, hier. Nog aardig orde met mij. Ja, hij moest bij mij ook corrigeren. Pas op. Wauw, dat is een goede bal of steek. Wat een godverdomme, doe ik de telefoon niet. Ik had hem. Nee. Dan heb ik hem vallen en dan is het niet. Yep. Die kans is gewoon 100%. Heb ik op school altijd. Met een fietssleutel heb ik altijd een vingertje. Ja. En dan had ik alsnog vallen. En dat heb ik dan niet door. En op een gegeven moment aan het eind van de dag loop ik sleutel kwijt. En dan denk ik, ja, je zit nog op een fiets. Die fiets en dan gewoon ergens binnen op schooltijd onder een bankje. Ah. Nou, ja. Vandaar dat je altijd zo laat thuis bent. Dat klopt eigenlijk al. Ja, auto. Het was een paar grapje, Fre. Oh. Met de bocht mij naar links. Let op. Oh, het is een fijne deze. Ja. Wow, als je hier vanaf gaat, dan val je.
Ik kan het zeggen. Als je daar te hard rechtdoor gaat, jongens. Oh, kijk eens rechts. Wow. Wow. Frankrijk was beter. Dit is stijl, Vree. Hier mag je een beetje naar voren hangen. Au. Oh, au. Wat au. Geen je. Oh, zijn nou. Ik dacht, je zei au. Wacht niet. Au, maar het komt. Oh, dit is wel een echt uitzicht, hè. Dit is niet wel. Vet. Uh-oh. Nou, als je boven bent, dan krijg je een mooi bochtje naar rechts. Oh, auto. Auto. Bochtje links is voorlopig vrij. Vrij. En dan gaan we bocht naar links. Nog weer een mooie afgrond erbij. Ja, alleen wel een wijde bocht, dus dat... Als hij scherper of een dunnere weg, dan was het niet zo leuk geweest, zeg maar. Auto. Auto. Mercedes. Is dat niet eens geen Mercedes? Wat die ons tegemoet kwam, was toch een Mercedes? Wat was het dan? Wow, daar zat een kat of zo. Ja, dat is een Mercedes. Nee, dat is toch een cirkel met lijken. Ja. En wat was dit dan? Drie lijntjes aan elkaar. Ik hoop dat mijn camera aanstaat en dat hij het opneemt. Dat, ik denk zelf altijd aan een Renault dan, maar dat is het niet. Renault is een ruit. Ja, I know. Pas op met dat bochtje links Citroën. Trouwens, bij dat huis. Wat is een Citroën? Citroën? Die heet gewoon. Oh ja. Ja. Wat heb je? Peugeot. Peugeot, dat was toch tijd op die leeuw, toch? Ja. Ja. Daar ben ik al wel. Ja, twee. Dat huis dat hier voor staat. Ja, daar gaan we de helft van. Mitsubishi? Wat? Mitsubishi. Met kijk eens rechts, hè? Stijl en een koe en een fietser. Hij is voorlopig vrij. Auto. Ik geef het alleen maar aan. En dan weer naar beneden. Oei. We gaan een schaduwplekje opzoeken en dan gaan we heel even stilstaan. Ik hoor iemand moe worden. Ja. Wat hoor je? Je moeder wordt moe. Hmm. Nou, kijk eens even hier. Mensen met bankje in de schaduw. Wel, je ziet aan de rechterkant een plekje waar we kunnen stoppen. Ja. Dat is wel met steentjes, dus rijden rustig op. Ja, het is een of laat Vree aan het begin even afstappen. Moet ik afstappen? Ja, nu mag je afstappen.